De kustwacht is al sinds jaar en dag de partner waar u terecht kunt op het moment dat u als watersporter in de problemen bent. Wat gaat er veranderen? Wat er gaat veranderen is de zogenaamde pechhulp. Op het moment dat u eigenlijk wel hulp nodig hebt op het water, maar het niet spoedeisend is, dan zullen wij als kustwacht daar een andere rol in gaan spelen. Bij niet spoedeisende hulp zult u als hulpvrager zelf contact op moeten nemen met een hulpverlener. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat u ergens voor anker ligt en dat uw motor ineens niet meer wil starten. Als u veilig voor anker ligt, is dat niet op dat moment spoedeisend. Op het moment dat dan bij niet spoedeisende hulp toch contact opgenomen wordt met de kustwacht, zullen wij uw aanvraag natuurlijk wel in behandeling nemen en zullen wij een triage toepassen om te beoordelen of het spoedeisend is of niet spoedeisend is. Bij een beoordeling van spoedeisend zullen wij natuurlijk, zoals altijd, de hulpverlening direct opstarten. En op het moment dat wij het beoordelen als niet spoedeisend, zullen wij u verzoeken om zelf contact op te nemen met de hulpverlener. Een overzicht van de maritieme hulpverleners zal beschikbaar worden gesteld op onze website. Bij twijfel of het spoedeisend is of niet, kunt u natuurlijk altijd gewoon het kustwachtcentrum bellen.